Hang in there, I'm gonna leave push you. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering. Nou ja, eigenlijk hebben we vorige keer een aflevering gedaan, maar dit is dus weer een vervolgaflevering. En dat is van Room 1000, 1000 kamers. En dit keer gaan we dus verder en kijken hoe ver we komen. In ieder geval, ik denk wel ver, want ik ga gewoon mij volop inzetten in deze game. We gaan... Waar gaan we in? Oh, deze deur. Oh ja, daar gaan we. Room 101. Nou, jullie weten, deze kamers zijn dus, worden dus steeds moeilijker volgens mij. Dat was voor mij de bedoeling. Het wordt ook steeds met puzzeltjes en zo. Maar over het algemeen is het natuurlijk een hele simpele kamer. Kijk, je ziet het, hè? Er staat een spiegeltje en een tafeltje en een kaarsje. En voor de rest is er niet veel aan de hand. Hier links en rechts, we gaan naar rechts. Ik weet niet waarom ik daarvoor kies. Oh, komt er weer een gozer achter me aan, zo'n monster. Nee, ja, mag niet komen. Nee, er komt helemaal niks. Ik ben blij. Want meestal bij deze kamer komt er iemand achter je aan. Zo'n monster. En als je dan geraakt wordt, dan ben je de sigaar. Dat is het idee, zeg maar, achter deze game. Ik hoor muziek, hele enge muziek. Maar er gebeurt helemaal niks, want er is ook helemaal niks aan de hand. Deze keer niet. Ik weet niet hoe lang ik dat volhoud. In ieder geval, we gaan zonder moeite naar kamer 107. Ja, scary sounds. Oh, mijn Facebook staat nog aan. Heel erg handig om dat te doen op dit moment. Maar dat geeft niet. Een mooie hangbrug. Moet je kijken. Wat een leuke kamer. Een hangbruggetje. Dat is nieuw. Dat heb ik nog niet gezien. We zijn in kamer 109. Dat is ook een hangbruggetje. Nou, zo gaat het wel heel snel. Kamer 110. Dit zijn die lange kamers. Ja, zo kan ik de game ook wel maken, zeg maar. Och. Hé, nog een hangbrug. En nog één. Er zijn er twee boven elkaar. Room 113 zitten we nu in. Ik vertel het omdat mijn facecam net voor het getal zit. Maar dat geeft niet. Jullie gaan het gewoon doen met mijn stem. Ik ga jullie gewoon helpen. Ik zeg jullie gewoon dat we nu bij room 125 zitten. Nee, 115. Ik moet wel eerlijk zijn. Wat is dit? Oh, CatDOS. Enter program. Access database. Wat is dit voor iets? Specimen 1. Oh, je kan de monstertjes zien. Wat hebben we hier dan? Oh, die vind ik wat minder eruit zien. En de zesde, is die nog enger? Error, die doet het niet eens. Oh, ik kan er wel naar vier, kan ik naar vier? Die wil ik niet zien. Dit ziet er creepy uit, ik wil hier maar niet meer naar kijken. Hoppakee. Wat is dit trouwens? Modify house layout? Error. Oh, oké. Als dat zou kunnen, zou wel gaaf zijn, denk ik. Exit program. Wat grappig. Oké, een computertje. Kamer 116. Wow! Dit is fout. Dit is goed. Goed. Fout. Wacht even. Goed. Goed. En dan... Goed. En... Oh! Nog een keer, wacht even. Let op. En nu naar links of ervoor? Ja! Oh, we hebben hem! Yeah! Vorige keer deed ik er heel lang over. Hallo meneer Tralies en hallo tweede Tralies. Er komt nog geen monster achter me aan. En dat vind ik heel relaxed. Wat zijn dit? Zijn dit puzzeltjes? Wat? Mal of de spook? Wat is dit? Wat? Wow! Het is de spook. Lijkt op Pac-Man. Wat grappig, joh. Dus een spelletje in een spelletje. Dat is grappig. Dat zie je wel vaker bij sommige spelletjes, hè? En nu hebben we drie kamers. Locked. Oh, jij meen je dit? Heer, locked. Nou, dan zal er maar één ding op zitten en dat is daarin. Dit ziet er heel raar uit. En er is iemand... Wat is dit? Oh, lekker. Lekker. Oh, leuk. Leuk dat jullie hier zijn, jongens. Ik heb jullie gemist. We hebben een keycard. Ik ga heel snel terug. Er gebeurt niks, hè? Nee. Mooi zo. Dat is alleen maar goed. Oh, waarom hoor ik enge geluiden? Oh, ik vind dat niet cool. Wat hebben we hier? Een keycard. Nee, het is een papiertje. Wat hoor ik? Oh. Ik vind dat nooit leuk, die geluiden. Zit er wat achter me? Nee, helemaal niks. Oké, dan is het goed. En er hoeft ook helemaal niks te gebeuren natuurlijk, hè? Dat snappen jullie wel. In room 123. Nee, hè? Er gebeurt helemaal niks. Zie je het? Enge muziek is er gewoon omdat ze me bang willen maken. 125. Nee, er komt niks. En ook die zwarte gaten boven me. Dat is allemaal voor de shine. Dat is allemaal voor de shine. Dat hoort erbij. Dat is allemaal voor de shine.
127. Kijk, er komt ook helemaal niks achter mij aan. En dat is ook helemaal goed. Minder stress, minder hartkloppingen. Nou ja, snelle hartkloppingen. Die zijn er nu niet. En dat scheelt heel erg, zeg maar. Het wordt wel steeds erger. Wat is dat? Oh, shit. Oh, 128. Dat zag er niet fris uit. Hoe is het allemaal? Oh, een spinnetje. Maakt niet uit, die zijn minder eng. Spinnetjes zijn minder eng. Ik haat spinnen, ik weet het. En de spin komt nu achter me aan. Dat weten we ook allemaal. Kijk, die probeert nu gewoon te kruipen. Maar ik denk dat hij daar niet aan de overkant kan. Omdat hij dus niet kan vliegen. Kijk. En waarschijnlijk zit hij... Kijk, nu zit hij vast daar. Zie je het? Hij kan niet naar mij toe. Ja, zie je het? En nou is hij een loser, want hij kan me niet pakken. En daarom gaan we met een gerust hart naar 130. Hij komt toch niet meer achter me aan. Dat hoop ik. Ik ga ervan uit dat hij niet meer achter me aan gaat. Oeh, dit ziet er groen uit. Groene Derry. Komt hij echt niet meer? Nee, hij komt niet meer, joh, de beest. Dat is helemaal verslagen door mij. We gaan snel naar kamer 104. Weer die kamer. Oh, dit zijn van die lange kamers. Hè? Och. Alsjeblieft. Oké, 135. Dit gaat lekker. 136. Jongens, we moeten er nog gewoon 863 moeten we er doen. Dat is toch niet normaal? Ik vind dat echt niet gezond. Waarom maak je zo'n game? Kijk, zo gaat het snel. Zo gaat het heel snel. We zitten al bij de 150. En als we bij de 150 zitten, hebben wij een checkpoint. En daar gaan wij voor die checkpoint. Er zit weer wat achter me. Ik hoor dat geluid. En dat vind ik niet leuk. Oh. Oh. Oh, dit niet. Oh. Nee, dat... Oh, oké. Gelukkig. Het gaat goed. 145. Nog 4 te gaan. Laten we duimen. Nog 4 te gaan. Nog 3. Oké. Bijna. We gaan naar kamer 148. Ik ren maar gewoon door. Ik vind het goed. 149. We zijn er bijna. En yes. We hebben het gehaald. Waar kan ik saven? Hier zo. Het kruis helpt mij. Ik heb mijn spel opgeslagen. We gaan nog even door. Want we moeten nog even tot de 200. Dat is gewoon logisch. Oh, Poesje. Ik weet niet. Ik ben blij dat ik gewoon mijn verhalen tegen je kan vertellen, Poesje. Maar er gaan gewoon wat dingen mis hier. Ik heb het gevoel dat het ook steeds erger wordt. Ik heb er geen zin in. Ik wil niet meer. 151. Oh joh, we moeten niet bang zijn. Het zijn monsters, het zijn jumpscares. Dat is het enige wat hier mis aan is in deze game. Wat kunnen we hier vinden? Een noot. I don't think that was wine. Ik denk niet dat wijn was. Waar is wijn? Dit is wijn. Is dit wijn? Ik weet het niet. Of dat rode spul op de grond, dat zal wel bloed zijn. Oh, ik kan twee andere kanten op nu. Grappig. Nou, grappig. Ik gelukkig ging naar links, want daar is een stoel. En dat liep dood. Komt dan weer een monster achter me aan. Oh, dit wordt nou wel pittig. Want als ik nou de verkeerde kant op ga, dan kan ik mezelf zoals nu. En ik moet terug. En er komt een monster aan. Dan ben ik dus de lul. Dan kan je gewoon game over. Weet je wel. Van ja, Vince, ga maar helemaal opnieuw beginnen. Dus dit moeten we gewoon onthouden. Dat we die baan moeten nemen. En dat hebben we gelukkig niet in kamer 155. We gaan nu naar 156. En niks aan de hand. Goed zo. Dat zijn van die hele relaxte kamers. Gewoon. Oh, kippenvel. Je kan het niet zien. Ja, het staat recht overeind. Kippenvel. Heerlijk. Hou ervan. Dat doen we het voor je, mensen. Ik schrok niet van jou. Jij was niet zo hard als vorige keer, meneer Pompoen. Hè? Denk dat je lief bent. Ik wist wel dat het wel ging gebeuren. Ze zijn nu heel erg aan het irriteren bij mij. Hallo, meneer De Kaars. Hij is er nog steeds. Meneer De Kaars gaat overal mee waar ik naartoe ga. Jullie weten het. Bij deze kamer gaat altijd de eerste naar links. Wat is dit voor geluid? Wat is dit? Waarom heb ik een zaklamp nodig? Waarom ineens is het donker aan het worden? Waarom zit ik ineens in een verlaten school? Oh, ik hoor een geluid. Ik hoor geluiden, wil ik niet. Oké, stoelendans. Ik weet het. Stoelendans. Oh, wat een mooie kaars. Hè? Hij is mooi. En hij brandt ook zo mooi. Kijk, hier ook. Tortjes. Hallo, tortjes. Hallo. Ik kom even langs. Ik kom even buurten. Ik hoor bij jullie. Ik ben jullie vriend. 172. Oh. Ik hoor een enge vrouw. Ik hoor een enge vrouw. Oh. We gaan richting de 200. Ik voel het. Komt er wat achter me aan? Er komt wat achter me aan. Er komt zeker wat achter me aan. Oh, la 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 la. Wat zit je haren mooi. Je hebt er een bloemetje in gedaan.
En als ik eerlijk tegen je ben, dan vind ik dat echt niet staan. La, 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 la. Ja, hallo. Hallo, meneer de pompoen, ja? Je wil me laten schrikken. Je wil me laten schrikken. Maar het is nog niet eens Halloween, ja? En je wil me nu laten schrikken? Oh, meneer de deur. Zeg dat je van me houdt. Alsjeblieft, zeg dat je van me houdt. We zitten bij room 189. We gaan nog 10. Oh, wat is dit? Het was mistig en ik huwde er niet van. Maar we hebben het wel gelokt. Komt die, ik weet niet of die vrouw achter me aankomt, maar het geluid. Ben ik niet zo opgesteld. Dan ben ik niet zo opgesteld, het geluid. Dan ben ik eerlijk. En vooral bij dit stuk moeten we onthouden dat we eerst naar links gingen. Dat was niet goed. En dan moeten we weer een keer naar links. Dat was... Meisjes met rode haren kunnen kussen. Dat is niet mis. Oh, nog 5 kamers. Nog 5 kamers. Het gaat goed komen. Nee, we gaan naar rechts. We gaan naar rechts. We gaan naar voren. Ja, en links. Ja. Yeah, ik deed het maar als gokje. Room 199. We moeten het halen. Als we dit niet halen... Corner! Yes! Dit was de aflevering. We gaan tot de 100 kamers. Jullie weten het. Ik heb het een leuke aflevering gevonden. Als jullie vinden dat ik door moet gaan, vergeet geen like te geven. Zodat ik kan zien dat ik mooi door moet spelen met deze game. 1000 kamers. Ik ben benieuwd of ik het ga halen. Het was weer eens lekker intens. Nou, wie weet tot de volgende video met 1000 rooms. Doei doei!